uit. Kijk niet zo goed in die video. Mijn naam is Switch. Vandaag sta ik hier in het mooie bos. En wat ik vandaag aan jullie wil vertellen is dus eigenlijk gewoon dat ik dus de nieuwe bike die ik heb gekocht, de A-bike, heb ik nog niet aan jullie getoond. Maar het is vandaag wel geraden door iemand. Waarschijnlijk door op mijn Instagram te kijken ofzo. Ik ga die bike nu tonen dus. En het is inderdaad een Husqvarna Nuda 900R. En holy shit mensen, ik ben er zo blij mee. Het is wel een A-bike. Dus ik mag er nog niet mee rijden. Die ene vroeg ook wanneer dat ik er wel mee mag rijden en zo. Wanneer er dan video's komen en zo. Dat is normaal eind volgend jaar. Dus het motoseizoen van binnen 2 jaar zal ik dan mee kunnen rijden met deze bike. Met deze beest. Maar kom aan guys, zie je op dik. Ik heb deze bike ook nu al gekocht omdat er zo heel weinig zijn op de markt. En je vindt er echt heel moeilijk. Of je moet al naar de United Kingdom gaan ofzo. En deze was eigenlijk niet zo ver. Dicht bij Gent. Dus ik dacht van... let's go, laten we het nu al doen. En zoals jullie kunnen zien, ik rij er ook al een beetje mee in mijn straat en zo. En gewoon om het een beetje gewoon te worden. En om natuurlijk niet het motorblok te laten stilstaan totdat ik mijn rijbewijs heb. Dat is ook belangrijk eigenlijk. Verder heb ik er nog niks aan veranderd. Vorige eigenaar eigenlijk ook niet. Hij heeft mij wel veel dingen gezegd over de motor, de geschiedenis en zo. Dat het eigenlijk een samenwerking was met BMW en dit en dat. Maar ja, wie kent natuurlijk de Nuda niet in de motorwereld. Mensen buiten de motorwereld ken ik er wel veel, ja. Maar binnen de motorwereld is Nuda wel echt bekend en zo. En ja, dat was ook mijn dreambike van toen ik al 13 was of zo. Dus ik ben echt super blij dat ik hem heb. Daar tegenover heb ik dus ook nog een ander bike, die Pegaso dat ik heb. En die is dus kapot gegaan. De thermostaat werkt niet meer, waardoor dan de ventilator bij de radiator niet werkt. Dus bij deze is dat dan hier, als jullie mij kunnen zien, dat ik wijs. Maar wel, die thermostaat switcht de ventilator van de radiator niet. Dan wordt het een beetje te warm. Maar dus jongens, ik wil gewoon zeggen dat ik al super blij ben met deze bike. En dat die gewoon klaar staat. Tegen dat ik mijn rijbewijs heb, hè. Sowieso. En zie ook hoe dik die achterband is mensen. Wow. Daar ook Brembo remklauwen. Oh, dat kan echt niet beter. Maar jongens, we gaan eens een stukje rijden hier in de straat. En hopelijk vind je het wel nice. De Pegaso ga je waarschijnlijk niet meer zien. Die staat nu momenteel te koop op tweedehands. Zo. De Nuda is alive. Zoals jullie ook kunnen zien, hij is echt in perfecte staat. Geen enkel dingetje om op te merken. Sorry. Die meneer was eigenlijk echt wel een maniak met die bike. En dat heb ik ook liever. Zoals jullie kunnen zien. Het is echt een hele goede bike. Heel goed onderhouden en zo. Dus kan eigenlijk gewoon niet beter. Hè? Gewoon dat geluid jongens. Dat is niet normaal. 900cc. Staat op mij te wachten. En guys, daarmee ga ik wel toeren. Hè? Maar ik ga wel echt zuinig zijn op die kilometers. Want deze bike, niet normaal, zeldzaam. Guys, ik kan jullie wel zeggen, deze bike is niet gelogen over de power die hij heeft. Wow. Normaal. Ik zal heel veel power maken. Die vrouw was blijkbaar niet zo blij met mijn komst. Oké guys, dus vonden jullie deze video leuk? Laat er zeker een like achter. Vergeet niet te abonneren op mijn YouTube kanaal hier beneden. En wat vinden jullie van deze bike? En proficiat aan degene die het natuurlijk geraden heeft, hè? Sowieso. Dus dan zie ik jullie later.